Dit zijn de inzichten. In de Stadsbibliotheek De Krook in Gent ontvang ik de rector van de VUB, Vrije Universiteit Brussel. Ze is filosofe, professor communicatiewetenschappen en zwemster. Ze zwemt elke dag, vaak zelfs krachtig tegen de stroom in. Dit zijn de inzichten van Caroline Paulus. Welkom, mevrouw de rector. Ik bedacht me meteen dat eigenlijk rector geen vrouwelijke variant heeft. Nee. Rectrice. Nee, inderdaad. Het is wel zo dat de academie in Frankrijk, die nogal conservatief en terughoudend is, vandaag heeft toegestaan dat er een vervrouwelijking is, bijvoorbeeld van het woord acteur. Of auteur, dat zal nu zijn autrice zijn. Autrice. Dus rector mag ook rectrice worden. Maar dus de eerste vrouwelijke rector van de ULB heeft ooit mij verteld dat ik die naam niet moest aanvaarden, want dat eigenlijk nogal een onnozel vogeltje is in het Frans. Dus ik hou het bij mevrouw de rector dan toch wel. We gaan over veel dingen praten en het communicatief gezelschapsspel is als het ware dat we je inzichten gaan oplijsten waar wij ons voordeel mee kunnen doen. En de eerste is al meteen, het bijzondere zit in het alledaagse. Het bijzondere en voor mij ook het schone zit in heel alledaagse dingen. Ik ben nogal een aanhanger van het gedicht van Paul van Ostaaij, toch al een tijdje geleden, hè. Mark goedsmogens de dingen. Ik ben zo iemand die eigenlijk nogal graag opstaat en de dag begint. Dus ik ga iedere dag zwemmen, wanneer het kan. En dan hou ik ook van een aantal van die routines, maar hou ik ook zo van de eerste ademhaling buiten, zo, of het nu regent of sneeuwt of heel mooi weer is. Letterlijk, ik hou van de lucht. De eerste ademhaling. Ja, absoluut. Buiten komen, het huis buiten stappen en dan diep ademhalen en de lucht voelen. Zo. Dus eigenlijk ook het zintuigelijke daaraan vind ik wel heel belangrijk. En voor mij is die schoonheid en het bijzondere in het alledaagse, gaat dat ook heel hard samen met de zaken die ons omringen. Dat we al geluk mogen hebben dat ze ons omringen. Ik bedoel, ik voel mijzelf enorm geprivilegieerd. Maar dan ook de schoonheid van alledaagse handelingen. Hè. Een moeder of een vader die 's morgens het ontbijt klaarzet of het sinaasappelsap uitperst, dat soort zaken. Ik kan daar enorm van houden en ik kan die dagelijkse handelingen van zorg, maar dat kan ook voor jezelf zijn, hè. Dat moet niet altijd voor de anderen zijn. Ik kan die enorm waarderen. Maar ik hou van momenten waarin je dan enerzijds zelf een aantal dingen in gang zet door die dagelijkse handelingen of die jaarlijks terugkerende handelingen. Dat is mindfulness. Ja, voor een stuk wel. Ik denk dat dat heel veel samenhangt met een vorm van boeddhisme, zen-boeddhisme ook. Bijvoorbeeld de boeddhisten die iedere dag die tuin harken of ze op een klein stukje grond blijven gaan totdat het helemaal goed zit. Ik kan daar echt wel de schoonheid van inzien. En bijvoorbeeld dat zwemmen dus. Dat zwemmen letterlijk is dagelijks. Ja. Elke dag, dus alledaagster kan het niet worden. Nee. Is dat ook een soort meditatie dan? Ja, absoluut. Voor mij wel. Eén, heb je natuurlijk het belang van water. En dan zit daar heel veel routine in. Het zijn altijd dezelfde mensen die... Het zijn dezelfde bewegingen. En ik kom elke dag dezelfde mensen tegen. Ja. En als je dan eens niet komt, dan zal de volgende dag een opmerking gemaakt over waar was je. En ook daarvan hou ik. Dat is geen sociale controle. Ja. Dat is eigenlijk weer het uitspreken van, was er iets? De gesprekken zijn vergelijkbaar dikwijls. Ik heb dat al eens ergens gezegd, maar ook daar hou ik van. Ik bel ook iedere morgen mijn moeder. En het eerste was, hij vraagt al zoveel jaren lang van, en ben je gaan zwemmen? En dus het antwoord is altijd, ja, ik ben gaan zwemmen. En zij zegt dan, ik zou het niet kunnen. En zo is dat. Hè. Ja. En dan is de dag vertrokken. Die want mensen... je zou dan toch ook kunnen zeggen, ja, moeten we niet meer naar het bijzondere gaan streven? Naar het uitzonderlijke? Ja, ik zit in een, vind ik, uitzonderlijke omgeving met mensen die fantastische zaken doen. Vandaag als rector ontmoet ik ook heel bijzondere mensen en heel vaak sta je paf van hetgeen mensen eigenlijk aan het verwezenlijk zijn, wetenschappelijk, politiek of menselijk. Dus dat is, natuurlijk moeten we het bijzondere ook koesteren. We moeten het excellente koesteren in de wetenschap als streefdoel, als lat. Maar ik denk,
nooit dat we ons mogen veroorloven om het alledaagse te minachten. Ik denk weet je dat wat Dirk de Wachter dan ook zegt? Ja. Zo van, laat ons niet alleen maar de Mont Ventoux of de Mont Blanc beklimmen en dan gaan mediteren in Kerala. Laat ons profiteren van bijna vervelende dingen, saai. Vervelende dingen, maar die ook zo schoon kunnen zijn. Van ja, een ander citaat dat ik krijg, ook in verband, want ik schrijf heel veel dingen op. En ik geef die ook door aan mijn kinderen. Ja, ja, absoluut. En voor mijn kinderen heb ik ook zo een boekje dat ik bijhoud. En soms zijn dat inderdaad met citaten of met bedenkingen of iets wat zij zeggen dat ik grappig vind of wat dan ook. Ik kan zo verrast zijn door de ogen van iemand, door de handen van iemand. Want in het alledaagse denk ik dat ook handen echt wel een iets moois zijn om naar te kijken. Ja. En ja, dat zijn dus echt zoals Paul van Osta, je zegt, je groet de dingen. Ja, maar dus allemaal te beginnen met die eerste adem 's ochtends. Ja, gaat een diepe zucht en een diepe ademhaling. En echt zo voelen dat die zintuigen, en dat is dan natuurlijk ook het in het water springen eigenlijk, hè. En te gaan. En dan krijg je die flow-gedachten, denk ik. Ja, prachtig, want zo komen we eigenlijk naadloos bij je volgende inzicht. En dat is van Socrates, dan denk ik, gestolen. Wijsheid, zeg je, begint met verwondering. Ja, absoluut. Het is, de wijsheid begint op zijn Socratische manier met de eerste vraag. Het zit bij enerzijds in de wereld staan als mens, maar ook in het leven staan als wetenschapper, denk ik. En voor mij gaan die wel mooi samen. Ik hou van de gedachte van Socrates en de Socrates-methode, waarbij elke verwondering begint bij een vraag die je stelt. En ik las tijdens de zomer, en ik had daar vorige zomer echt wel geluk mee, de biografie over Leonardo da Vinci van Walter Isaacson. En niemand beter dan Leonardo da Vinci belichaamt en verpersoonlijkt die verwondering. En ik heb daar dus ook ontzettend van genoten, omdat ik ook dikwijls in het rectoraat zeg van, kijk hoeveel geluk we hebben om in Brussel te zitten, omdat je in Brussel op iedere hoek, in iedere straat wel iets ziet, ontdekt, waar je verwonderd over kan zijn, waar je misschien ook aan kan ergeren, maar waar eigenlijk een wetenschappelijk probleem wordt voorgelegd. En van daaruit ontstaat opnieuw die flow van het denken en van de vragen en de bijkomende vragen en nog een vraag. En dan in één keer zit je op allerlei paden die je, als je dat verwonderende moment niet had gehad, nooit zou gekomen zijn. En voor Da Vinci is dat, er wordt heel veel beschreven in het boek, maar wat ik ervan onthield vandaag nog, is dat hij een opdracht krijgt rond het maken van een ruiterstandbeeld. Dat hij dan zo dicht van, oké, een ruiterstandbeeld, dus moet ik mij interesseren voor paarden en hoe paarden stijgen, hoe ze galopperen enzovoort. Dus dan ga je naar de anatomie van het paard. Dan ga je paarden dissekeren, maar dan ga je eigenlijk ook denken, ja, maar hoe zit dat nu met de mens? Dan ga je mensen dissekeren. Dan ga je je afvragen, ja, maar oké, eigenlijk is de stroom van het bloed ook in de beweging belangrijk. Dus ga je je interesseren voor vloeistof. Van vloeistof kom je bij water, dan ga je je interesseren voor de hydraulica. En zo bleef hij maar bezig. Ja. En dus dat ruiterstandbeeld dat hij moest maken, 7 jaar later was dat nog altijd niet opgeleverd. Maar ondertussen had hij dus wel al een ongelooflijke wetenschappelijke tocht van verwondering gemaakt. En wetenschapper en kunstenaar, dat maakt eigenlijk voor mij niet uit. Ik denk dat die heel vaak samenvallen. Dat die begintocht dezelfde is. Het kan verwondering eigenlijk zijn. Het kan de vraag zijn die wij als kinderen, hè, want dat vind ik zo jammer dat kinderen, hè, want dat wordt dan met een cliché afgedaan, hè, van stop nu een keer met die vragen te stellen, dat wij dat stoppen, dat wij dat proces op een of andere manier stoppen. Ja, en dat noemen we dan opvoeding. Maar ik denk dat we vooral kinderen die heel onbevangen vragen stellen, moeilijke vragen ook, waar we vaak het antwoord schuldig op moeten blijven, dat we dat proces wel niet genoeg blijven koesteren. Maar het is voor mij ook de verwondering die gepaard gaat met bijvoorbeeld reizen. Ik moet kunnen vertrekken in het ongewisse. Dus je hebt altijd keuzes over het pad.
En ik hou van die gedachten eigenlijk. Mm-hmm. Het is wel grappig dat het... Je brengt mij naadloos weer bij je derde inzicht. Wat gaat over dat pad, het levenspad, waar je zegt... en het is ook een citaat, min of meer. Hè? Mm-hmm. Je gaat je weg alleen en mm-hmm. er is eigenlijk geen champagne aan het eind. Mm-hmm. Ja. Klinkt wat triest, maar... Ja. Het is de weg naar vrijheid. Het is een citaat van Camus. Hij zegt, van ja, ik weet het ook niet of het letterlijk zo gaat. La course à la liberté est une course bien solitaire. Point de champagne à l'arrivée. Ja, zelf voel ik wel dat ik doorheen, dus het kind zijn, jeugd enzovoort, dat je heel veel opnieuw op kruispunten komt. En waar dat je eigenlijk alleen maar voor jezelf kunt beslissen in welke richting je nu gaat gaan. En dat dat soms hetgeen dat je geleerd hebt achterwege laten is. Maar is dat niet fijner samen? Omdat je hebt natuurlijk ook een beetje letterlijke, mag dat zeggen, een eenzame tocht mm-hmm. gedaan. Je hebt twee kinderen mm-hmm. zelf opgevoed, mm-hmm. zonder partner mm-hmm. bijvoorbeeld. Mm-hmm. Is het dan toch niet leuker met bijvoorbeeld letterlijk een compagnon de route? Ja. Ik heb de indruk dat je op die tocht vele compagnons hebt eigenlijk. En dat er niet één iemand is die jou on track houdt. Mijn zoon, en dat vind ik ook zo fijn, dat je in je kinderen ook wel dingen ontdekt. En opnieuw ook voor hem zal het die tocht naar vrijheid zijn. En ik voel ook dat hij die aan het afleggen is. Hè, want hij is ook van België weggegaan. En nu wil hij terugkomen naar Europa en dat soort zaken. Maar ik vind dat mooi. Waar zit hij precies? Hij zit in Canada. Dus hij zit ook in het Weidse Canada. Hij heeft ook die natuur nodig. Zeg je dat ook? Omdat mijn dochter zit ook in het buitenland. Die zit in Japan. Die zit in Japan. Ja, East en West. Yin en Yang. Dat is ook een manier om balans te houden. Ik denk dat je soms een grote eenzaamheid nodig hebt om te begrijpen wat soms de drijfveren van anderen zijn. Je kan dat niet altijd in dialoog doen, denk ik. Of alleen in die dialoog met jezelf. Maar natuurlijk geloof ik enorm in wat mensen samen kunnen verwezenlijken. Daarom denk ik ook dat ik rector ben geworden in het idee van... Een rector maakt niet uit alleen wanneer hij of zij omringd is en dat je een bepaald project een stukje kan uitzetten. Want ook dat is natuurlijk een tijdelijkheid. Ja. Je stippelt een pad uit, maar op een gegeven moment is het ook dan goed dat de democratie werkt. En dat opnieuw het pad weer een beetje anders gelegd wordt door de volgende. Dus ik geloof enorm in de kracht van beide. Ik denk om sociaal te zijn moet je ook soms heel hard alleen met jezelf te kunnen zijn. Ja. Dat denk maar was ik wel. Toch ook een koers solitair om aan de academische top te geraken, terwijl je dus ook twee kinderen alleen moet opvoeden. Ja. Is het een harde, wat eenzame weg geweest soms? Ja, maar ik heb mij op die weg nooit echt alleen gevoeld. Er zijn wel momenten dat je zo met je handen in het haar zit, omdat je je afvraagt hoe je ook weer die dagelijksheid kunt organiseren. Maar er zijn altijd... Ik vond dat er altijd oplossingen along the way waren. En soms komt dat uit onverwachte hoek ook. Hè? Ja. Die oplossingen komen uit onverwachte hoek. Was het een moeilijke tocht... Want je zegt, pas de champagne à l'arrivée. Ja, en ik drink graag champagne ook nog. À l'arrivée misschien niet, maar er along nog the way is er nog wel champagne. Ik denk dat wel... Van ja, daar heb ik alleszins over gewaakt, dat er af en toe ik denk wel dat je de route eigenlijk bepaalt met een aantal feestmomenten, omdat je soms... Als je voelt dat je van iets losgerukt geraakt, dat kan een vooroordeel zijn. Dan voel je dat wel als een enorme bevrijding. Omdat je nu zo vraagt ook over vrouwen. Ik dacht niet dat ik zo hard op... nooit gedacht dat ik niet op die barricades van het feminisme zou gaan staan. Omdat ik dat ook niet op die manier heb meegekregen. Ik ben heel hard vanuit een gevoel van gelijkwaardigheid opgegroeid. Maar waar ik nu ben, zie ik wel dat dat niet altijd zo is. Zie ik niet altijd die gelijkwaardigheid in de feiten gebeuren. En dan zeg ik toch, we zijn 2019, we zijn België, we zijn Vlaanderen, dus het zou beter kunnen zijn.
Maar als je dan tot dat inzicht komt en zegt van oké, dan weet je wel weer waarvoor je voor een stukje een gevecht zult leveren. En als er dan een aantal zaken daarin verbeterd zullen geraken, dan ja, ga ik dat voelen als een vorm van bevrijding. Ja. Wat mijn eigen leven betreft was het zo dat de kinderen wel altijd heel hard omringd werden. En ja, dat en denk ik ook wel gesterkt heeft voor een toekomst die ze nu ook wel voor stukken. Van ja, de ene zit daar, de andere east, de andere west. Ik heb daar ook wel bewondering voor. Ik denk dat we vandaag wetenschap in mij nog iets te snel gelijkstellen aan competitie. Door competitie graag aan excellentie. Terwijl heel veel wetenschappelijke doorbraken zijn eigenlijk teamwerk. Ja. Dus dan moet je wel ook als wetenschapper erkennen dat je niets bent zonder de ander. Je bent gewoon niks. Samenwerking, maar ook tegenkanting is al even belangrijk. Dat brengt ons op nog een van jouw stokpaardjes eigenlijk. Hè, waar je zegt, en het is ook een parafrase denk ik. Mm-hmm. Hè, de mening van de andere waar je het niet mee eens bent, dat is wat je tot mens maakt. Ja, het doet ertoe. Het is een... Dat is iets dat ik al een hele tijd doe. Het is het gevecht voor de vrijheid van meningsuiting. En ik organiseer, en dit jaar is het de vijfde keer, het is dus een jubileumeditie, onze eerste jubileumeditie. Een dag rond de vrijheid van meningsuiting en die heet Difference Day. En Difference Day heeft ook een tagline, want het is moeilijk om het uit te leggen en het klinkt ook eigenlijk niet altijd aantrekkelijk of zo. Well, Difference maar, Day klinkt goed. Het is Speak Freely, dat kunnen wij hier in België al zeker doen. Listen respectfully, daar komt het weer op jou aan. Dat is niet altijd zo simpel. Vooral niet naar die mening die je eigenlijk echt niet oké vindt. Of naar die persoon die je echt niet kan uitstaan. En dan, different opinions matter. En ja, dat is denk ik ook heel normaal dat ik als mens en ook weer als wetenschapper heel sterk vertrouw op het belang van de botsing van ideeën. Ook de botsing van meningen. Dus ik denk dat er dat er bijna niks een beperking van de vrijheid van meningsuiting legitimeert. Je kan er zelfs wel iets meer over zeggen. Ja, want die botsing was heftig. Hè? Jullie zijn daarmee begonnen na de aanslagen bij Charlie Hebdo. Ja. Die er ook bij jou persoonlijk zwaar hebben ingehaakt. Ja, zeker. Dus het event was gepland. Het gaat altijd door op 3 mei. En dat is de VN-dag van de vrijheid van de pers. En u kunt over de pers ook veel zaken zeggen. Maar de basisinsteek is, zonder pers en zonder goede journalistiek heb je ineens een democratie. En dus wanneer, het zijn ook altijd de eerste die vervolgd worden, die in gevangenissen worden gestoken enzovoort. En op wereldvlak is die vrijheid van de pers recht niet goed aan toe. En er zijn te veel landen waar je vandaag nog altijd niet vrij je mening kan verkondigen. Want wetenschappers zijn toch meer dan ooit nu echt in de frontlinie waar, om de Verenigde Staten nu maar te noemen, hele universiteiten kunnen weggezet worden als fake news. Maar ik weet niet om daar de klimaatproblematiek niet eens bij te betrekken. Absoluut. Nee, je hebt gelijk, maar tegelijkertijd, ik denk niet dat Galileo, om er maar één te noemen, vond dat het zo gemakkelijk was om feiten te verdedigen. Hij wordt dan ook maar in de ban geslaan. Ja. Dus ik denk dat wetenschappers altijd wel een mannetje of vrouwtje, toen was het zeker nog mannetje, hebben moeten staan. Maar de schaal waarop leugens nu kunnen verspreid worden, die heel snel en ook persoonlijk bij mensen worden binnengekapt, letterlijk, die verontrust mij. Maar net zo goed verontrust het mij dat er zelfcensuur optreedt, omdat we in een multiculturele samenleving zitten, die ook maakt dat je eigenlijk altijd wel iemand schoffeert als je gebruik maakt van je vrijheid van meningsuiting. Mm. En dat we dan proberen ons voorzichtig uit te drukken of ons misschien niet uit te drukken. En dat vind ik natuurlijk ook een hellend vlak. Dus je moet opnieuw respectvol met mensen omgaan, maar je moet wel kunnen
alles zeggen, zodanig dat op basis daarvan een dialoog ontstaat. Ja, iemand kan zeggen, ja, als je tolerant bent tegenover intolerantie, dan schiet je jezelf ook in de voet. Maar we moeten goed, dus dat is de Popper-paradox, hij heeft gelijk, hè, als je die verdraagzaam, op een gegeven moment moet je wel zeggen van, kijk, we zijn niet verdraagzaam bezig, omdat onze manier waarop we interageren niet meer verdraagzaam is. Ik denk dat je zelfs racistische uitlatingen kunt hebben, zelfs tolereren, je mag niet aanzetten tot haat enzovoort. Maar daarom is er een tijd en een ruimte nodig en opnieuw, de sociale media laten niet altijd die tijd en ruimte mogelijk, of laten die niet altijd toe. En tegelijkertijd verhuurt ons taalgebruik enorm, mede daardoor, maar ook omdat je leiders hebt die ook wel een heel weinig hoffelijk taalgebruik hanteren. Ik denk dat we toch altijd goed moeten opletten van de kosten-baten-analyse. Want als je zegt van deze mening kan niet, dan zit je op een hellend vlak en is de volgende stap dat jouw mening wellicht niet kan. Dat is er iets van Langenhoven een bericht geschreven. Ja, dat was naar aanleiding van de reportage op VRT. Dat vind ik wel belangrijk en dat is ook nieuw. Hè. Dus de hoffelijkheid van het debat is wel nodig. Dus ik heb toen een post gedaan op Facebook waarin staat, hè, want de gedachten zijn vrij, daar vertrok het eigenlijk bij. Dus het citaat gaat als volgt. Let op je gedachten, want ze worden jouw woorden. Let op jouw woorden, want ze worden jouw acties. Let op jouw acties, want ze worden jouw gewoontes. Let op jouw gewoontes, want ze worden jouw karakter. Let op je karakter, want het wordt je lot. En ik denk dat dat opnieuw, het moet hopelijk die zelfreflectie op gang brengen. Opnieuw bij ieder van ons. Het ging voor mij niet alleen over Dries. Het ging over hoe we zelf daarmee omgaan. Hoe we dat dan ofwel gebruiken als het moment van hier stopt de dialoog en hier bannen we wat slecht is in deze samenleving, in de ogen van sommigen. Nee, voor mij is dat het beginpunt van waarom zegt hij dat? Omdat ik eigenlijk van Dries van Langenhoven rechtstreeks zou willen horen waarom hij zo laatdunkend is over vrouwen, waarom hij bepaalde mensen schoffeert, waarom hij echt zo'n blank beeld heeft van de goede samenleving, waarom eigenlijk die dingen denkt die hij uitspreekt, die zijn karakter vormen en die wellicht ook zijn lot gaan bepalen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om met hem te blijven spreken. Ja. Dat denk ik wel. Want het opsluiten van iemand in het gedachtegoed en zeggen van, of in de eigen bubbel, ook dat is een gevaar van sociale media. Als je mensen opsluit in die bubbel, of onszelf opsluit in die bubbel, dan luister ik alleen naar gelijkgestemden. Dus af en toe doe ik een oefening om alle beledigingen die ik krijg echt een keer door te nemen. Ja, absoluut. Ja. Maar er is één inzicht wat toch moet blijven, en dat is je volgende. We kunnen ons geen onverschilligheid veroorloven. Nee, dat denk ik niet. Ik ben in eerste instantie gevormd als filosoof. En ik had het geluk, denk ik, opnieuw, denk ik al in mijn tweede jaar filosofie, Emmanuel Levinas te ontmoeten. En hij spreekt heel hard over het gelaat van de ander, le visage d'autrui. En met het herkennen van het gelaat van de andere komt ook jouw verantwoordelijkheidszin. En empathie. Dus het gaan naar het gelaat van het kijken naar de andere. Voor mij was dat heel belangrijk eigenlijk, hoe hij dat ook uitlegde. We hebben op café samen gezeten en dat was eigenlijk zo'n moment dat je de universiteit ook gewoon het allerbeste vindt dat je ooit is overkomen, omdat je mensen ontmoet waarvan je zelfs niet dacht dat je ze zou kunnen ontmoeten. En ik heb schrik van het ontmenselijke. Dat is waar. Ik denk dat dat er voor een stukje in de samenleving zit. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Als je jezelf afsnijdt van de anderen, dan
hou jij ook op te bestaan. En als je de anderen de anderen maakt, wat de Fransen autorisation noemen, zo, dat zijn dan de Joden, de Palestijnen, de moslims, de vluchtelingen, de anderen, en dan kan je en dan, dan heb je ook die persoonlijke blik niet meer. Dus je moet durven kijken. Het is niet omdat er op een bepaald ogenblik, op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek mensen op de vlucht moeten gaan, dat we heel de wereld over ons gaan krijgen. Dat gebeurt de facto niet. Hè. Mensen, de meeste, ik denk 98%, wordt geboren en sterft op dezelfde plaats. Dus die zaken moeten we voor een stukje trachten te relativeren. Maar we hebben bijvoorbeeld wel met de VUB een eredoctoraat gegeven aan de mensen van Lampedusa. En dus de dokter Bartolo is dan naar de VUB gekomen. En opnieuw, dat is het toch wel het privilege, denk ik, vandaag om voor mezelf dan rector te zijn. Als ik zag hoe die man, die dus echt in de ogen kijkt van die vluchtelingen, die van die boten haalt, die uit de zee haalt, en die zich echt afvraagt, waar zijn wij nu mee bezig? Waar zijn wij mee bezig om die mensen daar op zee gewoon te laten verdrinken? En dat hij die mensen in de ogen kijkt en dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt. Opnieuw, zijn dat heldendaden? Is dat structureel hanteerbaar op lange termijn? Uiteraard niet. Maar het feit dat hij die vraag stelt op een moment dat niemand die vraag aan het stellen is, vind ik wel heel belangrijk. En ik was blij dat we dat hebben, dat we dat de eredoctoraat hebben kunnen uitreiken. En ik ben blij dat hij heel die zaal heeft stilgekregen. Meteen je volgende inzicht. Hè? Mm-hmm. Niet alles wat mogelijk is, is ook wenselijk, technologisch. Ja, niet alles wat technologisch mogelijk is, is sociaal wenselijk, economisch haalbaar, juridisch toelaatbaar en ethisch verantwoord. En zijn we daar te weinig mee bezig? Omdat je hebt een universiteit waar in al die verschillende takken men opwindende dingen zit uit te denken of te maken, maar waar niet altijd aan de ethische dimensie gedacht wordt. Ik denk dat de mens is, zoals Harari zegt, een homo deus geworden. We zijn dat eigenlijk al een tijdje. Hè. Ik bedoel, technologie vermag ontzettend belangrijke dingen. En als je kijkt naar het onderzoek dat we doen op kankeronderzoek, op artificiële intelligentie, op klimaat, dan zie je tot welke oplossingen de wetenschap in staat is. Hè. Of dat vandaag niet is, dan is het zeker morgen. En dus in dat opzicht koester ik die wetenschap. Maar een wetenschapper moet ook durven het debat aan te gaan met de maatschappij. Je moet dat zelf ook doen. Je mag je niet laten leiden enkel en alleen door die nieuwsgierigheid. Hè. Ik bedoel, dat is belangrijk, dat is die verwondering. Sommigen zeggen dan ook, er is onderzoek daarvoor, dus ik ga all the way. Dus geld mag ook niet alles bepalend zijn in het onderzoek dat je doet. Maar vermits we in staat zijn tot technologie die onze fysieke en intellectuele capaciteiten mogelijk heel ver overstijgt, moet je daar wel heel snel het debat en dringend, en dat is het boek van Harari, hij vraagt dat debat. En ik denk dat velen daartoe bereid zijn om dat debat te gaan voeren. En, precies, want bij artificial intelligence, waar computers al snel is, 7 keer sneller en slimmer zullen denken dan wij, heb ik jou toch al lezen schrijven van, zoveel zorgen hoeven we ons ook niet te maken. Ik dacht dan altijd vaak zo, is het niet handiger om toch al iets voorzichtiger of iets banger te zijn? Ja, bang zijn is voor mij nooit een goede insteek. Ik denk dat wij niet bang hoeven te zijn, omdat we uiteraard opnieuw, je kijkt terug op een geschiedenis waar opnieuw technologie geleid heeft tot goede en slechte dingen. Bijvoorbeeld Oppenheimer roept ook uit, hè, van als hij de atoombomdetonatie ziet, van ik ben nu de vernietiger van de werelden geworden. Hè. Ik bedoel, dus
dat besef komt beter vooraf. Maar inderdaad, op zo'n universiteit waar de ene rond, weet ik veel, nucleaire technologie bezig zijn, de andere op artificial intelligence, moeten we niet overal een soort vakje ethiek bijzetten van, is dit wel een goed idee? Mm-hmm. Ja, mijn antwoord daarop is ja. Ik denk wel niet dat je kan onderschatten dat er al heel veel in die zin wordt gedaan. Gebeurt dat, want is het niet te vaak zo van, is het een goed idee? Ja, naar de markt wel. En dat we toch te veel, zelfs op universiteiten, naar winst kijken, dan wel het winst voor de mensheid. Ja, van ja, de insteek, althans, dat probeer ik zelf toch als rector te bewerkstelligen, is dat wij wetenschap gebruiken voor een betere wereld, een mooiere wereld. En dan tegelijkertijd ook de idee van de collectieve verantwoordelijkheid waarvoor wetenschappers geplaatst moeten worden. Want, with great power, en dat is wel, wetenschap is great power, comes great responsibility. En dat doe je door het gesprek te veruitwendigen. Dat doe je ook door wetenschapspopularisering. Vandaar, ik ben daar een heel sterke voorstander van, dat het niet alleen het debat wordt overgelaten aan de wetenschappers, maar ook aan u en ik. Ik bedoel, aan wij als moeder, als vrouw, als man, als vader. Want ook de mens is best tot heel wat in staat. Dat zijn dingen die je niet teruggedraaid krijgt. Hè? Artificial intelligence, op het moment dat zij ons, weet ik veel, met robotten tot slaaf zullen gemaakt hebben of zo, dan, ja, dan kunnen we meer terug. Dus je moet het op voorhand wel een beetje zitten inschatten. En wie kan de toekomst perfect op voorhand inschatten? Ik denk dat je de wetenschap niet mag stoppen. Dat denk ik dat een... Maar wij kunnen wel blijven werken op hetgeen wij wel kunnen. Dat is ons ethisch bewustzijn. Bijvoorbeeld, we hebben heel veel robot-assisted therapy. Bijvoorbeeld voor kinderen met autisme is dat een heel goede manier om een soort van reacties te doen, genereren, bij wijze van, dat wordt niet geïnduceerd, maar zodanig dat er dus eigenlijk uit een bepaald cocon waarin ze opgesloten zitten, toch daar uit kunnen geraken. Die robot kan ons tot slaaf maken. Die robot, inderdaad, laat de dochter van Rob van Oudenhoven, die hij eerder of te weinig gezien heeft op ooghoogte, dankzij het gebruik van exoskeletons, dat zijn wel robotgestuurde skeletten, die ziet hij in één keer zijn dochter op ooghoogte. Dat is ook een hele mooie gedachte. Dus wetenschap kan zo'n schone dingen doen en kan inderdaad die lelijke dingen doen, maar laat ons vooral het gesprek aan de gang houden, zodanig dat we naar die schoonheid van de wetenschap gaan en hetgeen dat doet voor een betere wereld, voor een betere mensheid. Ja. Ik zou de wetenschappers daar niet in onderschatten. En zo komen we bij ondertussen jouw laatste inzicht. En het gaat een beetje over optimisme, pessimisme. Je zegt, combineer het pessimisme van het intellect met het optimisme van de wil. Ja, dat is een uitspraak van Gramsci. Die trouwens ook in de gevangenis heeft gezeten, dus wel wist waarover hij sprak. Dat is enerzijds met wetenschap, maar opnieuw als mens, twee vallen samen voor mij, toch wel uitkomen bij possibilisme. Enerzijds moet het intellect scherp staan en moet je de feiten scherp durven zien, ook wanneer ze manifest een doembeeld voor ogen houden. Bijvoorbeeld klimaat. Dus de wetenschap is daar eigenlijk wel heel duidelijk over. En daar moeten we dus niet meer zomaar over gaan. We moeten die feiten erkennen en we moeten navenant kunnen handelen. En dat is dan het optimisme van de wil. De mens kan zaken veranderen. Dat is het possibilisme. En ja, maar mag ik daar... Een van de verstandigste vrouwen die ik heb ontmoet na of net voor jou, was Greta Thunberg, die op haar 15 zegt, ja, hoop is iets heel gevaarlijk. Want als we zeggen, oh, we hopen met optimisme dat we dit wel oplossen, ja, je ziet waar het ons heeft gebracht. We moeten niet hopen, zegt ze, we moeten doen. Handelen. En uit het doen zal de hoop, zal het optimisme komen. Dat is de doos van Pandora, hè. Ik bedoel, dat is het wachten op Godot, hè. Dat is het hopen, dat is op iemand die nooit gaat komen. Dus daar ben ik het ook heel hard mee eens. Maar
Ik begrijp, Greta Thunberg, die denkt van ja, er is al zoveel lippendienst bewezen aan deze zaak, maar ik denk niet dat iemand al heeft uitgesproken van we hopen dat het beter zal gaan. Enfin, zij heeft dat misschien al gehoord, maar ik heb dat zelf nog niet in die mate gehoord. Wel veel mensen horen zeggen van oh, we vinden er wel iets op. De wetenschap is tot veel in staat. Ja, de wetenschap opnieuw, ik zal niet ontkennen dat die niet tot veel in staat is. En opnieuw, de wetenschap geeft die, reikt die middelen aan. Maar ik vind het niet goed om ons in functie van we hopen dat het morgen beter wordt. Dat denk ik niet dat je het op die manier moet benaderen. Dat is voor mij geen possibilisme. Possibilisme is, we hebben de mogelijkheid om het beter en anders te doen. Dat is niet, ik hoop dat we het beter en anders gaan doen. We hebben de mogelijkheid om het beter en anders te doen. En opnieuw, de geschiedenis heeft al aangetoond dat we dat kunnen. We kunnen, ik bedoel, het zijn mensen, bij wijze van spreken, nu trek ik het eventjes weg van wetenschap, het zijn mensen die een oorlog beginnen, het zijn tot nader order nog altijd mensen die een oorlog beëindigen. En daar kunnen allerlei redenen om bestaan, maar we zijn daar wel toe in staat. We moeten niet hopen dat een oorlog eindigt, we moeten dat ook effectief doen. Dus daar verbind ik mij met haar dingen. Dat is ook zo, hè. Dat is de doos van Pandora waar men zegt de hoop is in de doos blijven steken en zo trekt de mensheid de grootste nederlagen over zich heen, hè, omdat de hoop in de doos is blijven steken. Ja, want er zijn er wel een paar. Bijvoorbeeld, ja, jouw doctoraat ging rond Europa. Mm-hmm. Hoe is het ermee gesteld volgens jou? Ja, Europa opnieuw is een possibilistisch project. Het is zo opgezet hè, als een soort van mensen die iets... Maar gaat het een goede kant uit, of niet? Macron komt zeker met een pro-Europa verhaal. We kunnen daar van alles over zeggen. Maar ik heb wel te lang vastgesteld dat niemand meer Europa verdedigt en dus ook niet teruggaat naar de redenen waarom we Europa hebben opgericht. Om geen oorlog meer te hebben. Ja, om geen oorlog meer te hebben. Maar niet enkel en alleen om een economisch project neer te zetten. Dat hebben we ervan gemaakt. Opnieuw, dat is wat we er ook van maken. Dat is niet waar ik mijn toekomst op zou verwetten. Als het alleen maar een economisch project is, dan zijn we fout bezig. Want dat zijn de zaken waar we voor staan als mensheid. En opnieuw, het pleidooi is dat wij middelen hebben, dat we ook wil nodig hebben om die zaken te doen, dat we intellect, reden, wetenschap en hopelijk ook een flinke dosis humanisme blijven hanteren om die middelen die ons ter beschikking staan en exponentieel blijven gaan, dat we die gaan aanwenden voor een humanistisch ideaal. Dat zou wel de insteek moeten zijn, hoop ik. Ja, maar possibilisme, ik vind het wel een mooie gedachte, ergens dus tussen... Mm-hmm. Optimisme en pessimisme, maar ja, waar sta je met de multiculturele maatschappij die toch ook niet al echt zo succesvol blijkt te zijn in een smeltkroes als Brussel bijvoorbeeld. Jij staat daar dagelijks op de barricade, maar ook daar redt dat possibilisme genoeg? Als studenten mij vragen, ben je nu optimistisch of pessimistisch bijvoorbeeld over die multiculturele samenleving, dan zeg ik, als ik kijk naar de staat van de wereld met een aantal leiders die we vandaag hebben, met de conflicten die er her en der bestaan, dan kan je heel pessimistisch worden. Het is als wat Theo Maassen zegt, hè? Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist. Ja, wellicht. Maar als ik dan naar onze aulas kijk, vandaag aan de VUB, en ik vergelijk die ook met aulas waar ik voor stond in het begin van mijn loopbaan, dan één zie ik dat mensen vandaag al meer naast elkaar zitten, waar je vroeger groepjes zat, want de aulas zijn vrij snel aan de VUB geïnternationaliseerd, omwille ook van die smeltkroes Brussel. Maar groepjes zaten apart, mensen zitten al veel meer samen. Meer en meer studeren mensen ook van verschillende nationaliteiten af, ook omdat wij in een multiculturele samenleving zitten met ook veel sociale ongelijkheid. Maar je ziet dat ook wel gebeuren. Staan we al ver genoeg? Nee. Dat possibilisme moet je blijven hanteren, omdat als je daar niet meer in vertrouwt, ja, dan kunnen we hier best de boel maar opdoeken. Ik bedoel, dat is niet het perspectief waar ik voor wil staan. Voilà. Ik vond het mooi om possibilistisch te mogen zijn met jou. Te beginnen met één adem nemen 's ochtends en eindigen bij de utopie.
Dus ja, hartelijk bedankt voor Dank u wel. Dat was ook voor mij een fijn gesprek. Dank u. Tot volgende keer.